Een goede manier om rugpijn aan te pakken is bewegen. Wandelen, fietsen, zwemmen, hardlopen. Kijk wat bij u past. Verder kunnen oefeningen helpen om uw spieren te ontspannen en te versterken. Oefening 1. Het optrekken van uw knieën. Ga op uw rug liggen met gebogen knieën en uw voeten plat op de grond. Trek met uw handen één knie langzaam naar uw borst. Houd deze houding 30 tellen vol. Laat het been daarna langzaam zakken. Pak dan de andere knie en herhaal de oefening. Oefening 2. Kantelen van uw bekken. Maak uw rug zo hol mogelijk door uw billen naar boven te duwen en uw buik naar beneden. Trek daarna geleidelijk uw onderrug weer recht door de onderbuik in te trekken en de billen tegen elkaar te knijpen. Adem in als u de rug hol maakt en uit als u de rug weer recht maakt. Oefening 3. Draaien van de onderrug. Ga op uw rug liggen met gebogen knieën en uw voeten plat op de grond. Houd beide schouders op de grond en beweeg vanuit deze houding beide knieën langzaam naar links. Wacht even en draai daarna naar rechts. Wacht ook daar weer even. Oefening 4. Oefening voor de buikspieren. Ga op uw rug liggen met gebogen knieën en uw voeten weer plat op de grond. Raak met uw vingers uw knieën aan en houd deze houding zo lang mogelijk vol. Ontspan daarna een minuut en herhaal de oefening. Oefening 5. Oefening voor de rugspieren. Ga op uw buik liggen met gestrekte armen en benen. Til vervolgens uw armen en benen op en houd dit zo lang mogelijk vol. Ontspan daarna een minuut en herhaal de oefening. Begin met de oefeningen die het best bij u passen. Herhaal elke oefening 5 tot 10 keer. Forceer niet. Doe de oefeningen op uw gemak. Doe het bijvoorbeeld 2 keer per dag 20 minuten. En blijf ook dagelijks wandelen of fietsen.